een sterk ontwikkeld veulen. Mooi een rastype, mooi hoofdje en een goede hals erop. Ook de bouw, je zou iets meer horizontaal gerecht mogen zijn. Goede bovenlijn, lang kruis. Beenwerk is correct gesteld en goed droog. In de stap zou je iets meer ruimte mogen hebben en iets meer buiging in de sprong. In de draf ook iets meer kracht in de achterhand. Iets meer de hand onder, achterhand onderbrengen. Dit veulen is een mooi gebouwd veulen. Krijgt dus een tweede premie. Lintjes. Ja. Veulen nummer 2, Mijnse AJH, een zoon van Ulbe. De fokken-eigenaar is A. Halma uit Luinjebert. Het veulen is een mooie rasuitstraling, mooi hoofd, hele mooie hals erop. Dus goed in zijn rastype. Hij is wat gerekt in zijn lichaam, iets neerwaarts, zou iets meer lengte in het voorbeen moeten hebben. Ook de bovenlijn had hij sterker mogen zijn. De beenwerk is correct gesteld en voldoende droog. In de stap zou hij echt iets meer ruimte mogen maken. Heeft soms wat moeite om zijn ritme te vinden. In de draf ook daar correct. Maar ook iets meer ruimte, iets meer kracht mogen hebben. Is ruim voldoende de draf. Dit veulen krijgt met name ook door zijn bouw en zijn stap. Krijgt hij een derde premie. Maar is een mooi, rassig veulen.
Veulen nummer 3, Mees. Veulen heeft voldoende sprekend hoofd, maar een hele mooie lange hals met een geweldige mooie kap erop. Geeft hem dus een heel mooi aanzien, mooi in zijn rastype. In zijn bouw, hij zou wat sterker mogen zijn in de bovenlijn, met name rug en lenden zouden iets sterker mogen zijn, maar heeft een goed, wel een goed kruisligging. Beenwerk is correct gesteld en voldoende droog. In de stap is hij actief, voldoende ruimte. In de draf zou hij iets meer mogen laten zien, iets meer kracht mogen tonen, is wel correct. Maar zou iets meer, is wat vlot, wat vlug in zijn beweging. Dit veulen krijgt een tweede premie. Foal number 3 gets a third premie. Especially because of his nice racial type. Ja, een heel goed veulen. Veulen met een mooi hoofd, mooie hals erop, goed een rastype. Wat ons vooral aanspreekt is het hoogbenige van het veulen met een mooi lang voorbeen, horizontale romprichting, heel goed dus een bouw. Beenwerk is ruim voldoende. In de stap heeft hij veel ruimte, mooi taktmatig. Achterbeen sluit mooi aan bij het voorbeen, dus goede stap. En de draf laat zich geweldig mooi zien, maakt een heel mooi front. Heeft hij heel veel zweefmoment, krachtig achterbeen, veel elasticiteit. Paard heeft dus een uitstekende draf. Veulen krijgt dus een eerste premie. This foal gets a first premie. Good in the conformation and very good in walk and trot. Congratulations.
Veule nummer 5, Olle MD van Scotland. De vader is Jouwe, de fokker en eigenaar is Stal Scotland. Het veulen heeft voldoende rastype, zou de hals er iets mooier op mogen hebben staan, iets meer halsrichting. De bouw is, de romprichting is goed, maar de rug zou hij wat sterker mogen zijn. Beenwerk is correct, ook goed voldoende droog. In de stap zou hij het wat meer ruimte mogen maken, is wel taktmatig. En ook hetzelfde geldt voor de draf. Voldoende ruimte, maar zou toch iets meer kracht mogen hebben in het achterbeen. Veulen krijgt een tweede premie. This foal number 5 gets a second premie. Veulen nummer 6, Mijne, sterk ontwikkeld veulen, hoofd had misschien iets eerder gemogen, heeft een goede hoofd-halsverbinding, hals is ook voldoende lang, romprichting is correct, goede bovenlijn en een mooi kruis, dus goed gebouwd, beenwerk is misschien achterbeen iets recht, maar verder voldoende droog. De stap is voldoende ruim en ook aangesloten. In de draf maakt hij wel mooi front, maar heeft soms wel moeite met zijn ritme. Dit veulen krijgt met een heel goede bouw een tweede premie. This foal number 6 gets a second premie.
Veulen nummer 7, Miro. Veulen is matig ontwikkeld. Heeft een mooi hoofdje, ook een correcte halsstrop. In de bouw, hij is wat kortbenig. Zou ook wat meer ontwikkeling mogen hebben. Nemen we mee die ontwikkeling in de bouw. Ook meer voorbeenlengte met name. De benen zijn voldoende correct gesteld. Iets recht achterbeen. De stap is vlot, maar mag iets meer ruimte tonen. In de draf zou hij meer kracht mogen zien. Dat is eigenlijk toch waar hij wat sterker zou mogen zien zijn. Brengt niet goed onder achter. Dus mooi een rastype, maar Veulen krijgt toch vanwege zijn beweging en zijn bouw, zijn ontwikkeling, een derde premie. Foal nummer 7 gets a third premie. Because of the Veulen nummer 8, Marquise. Veulen met een mooi hoofdje.
Halslengte is voldoende, ook de hoofdhalsbreedte had iets lichter gemogen, maar goed, is een rastype. Goed gebouwd, met name aansprekend is de romprichting en het lange voorbeen. Goede bovenlijn. De schouders misschien iets steil, maar dat is een klein puntje. Goed gebouwd dus. Het beenwerk is correct gesteld, ook voldoende droog. In de stap laat hij toch wat steekjes vallen, moet hij meer ruimte hebben. Achterbeen moet meer naar het voorbeen. Het is toch een beetje een taktprobleem. In de draf, dan laat hij zich wel weer mooi zien. Goede houding, met ruimte, voldoende ondergebracht. Veulen krijgt een tweede premie, goed gebouwd, maar in de stap laat hij het even zitten. Nummer 8, gets a second premie. Very good in conformation, but the walk should be more powerful and more in the right rhythm. Veulen nummer 9, Macho van het Skar. De vader is Tjebbe, Fokkeren-eigenaar is familie De Jong uit Katliek. Nummer 9, Macho van het Skar. Sire is Tjebbe, breeder en owner is familie De Jong. Dit veulen heeft voldoende rasuitstraling. Zou iets meer neklengte mogen hebben, zodat hij iets makkelijker kan afbuigen. En die drukt er ook wat de onderhals in. De bouw is correct, goede romprichting naar de bovenlijn en goed kruis. Beenwerk is ook correct gesteld en voldoende droog, netjes droog. Stap is actief, ruimte ook genoeg. In de draf heeft hij een mooi zweefmoment, mooie ruimte ook en zo. Hij zou iets meer achteronder moeten brengen, maar dit is overal een goed veulen. Een tweede premie. Voor de eerste premie komt hij toch iets te kort in zijn rastype nog.
nummer 10. Een goed ontwikkeld, sterk gebouwd veulen. Mooi hoofdje, voldoende rasuit, goede rasuitstraling, mooie halsstrop. Ook sterk gebouwd, zei ik al, met een goede bovenlijn, een goede romprichting. Dus goed ook in de bouw, correct beenwerk, mooi droog, ook goed beenwerk. Stap heeft ook veel ruimte, achterbeen komt mooi naar het voorbeen toe. Takmatig, ook goede stap. In de draf zouden we graag toch iets meer power willen zien, iets meer kracht willen zien. Meer de achterhand eronder willen zien, dus de draf is voldoende, maar zou wat sterker mogen. Maar gezien alle overige kwaliteiten krijgt dit veulen een eerste premie. Nummer 10, Nout. Is een good confirmation, good in the racial type. Good quality in legwerk en walk. Trot could be better, but a first premie, overall a good foal. Veulen nummer 11, Oege. Veulen is wat rijk in conditie. Voldoende rasuitstraling, met name de halslengte zou iets meer mogen zijn. Halsrichting is wel goed. De bouw
meer voorbeenlengte, maar goede romprichting en een goede bovenlijn. De beenwerk is iets gehoekt in het achterbeen, maar verder wel droog. De stap laat iets zitten. De stap heeft hij toch wat moeite met de takt. Blijft wat kort, maar ook zoekende naar zijn ritme. In de draf heeft hij een mooi zweefmoment. Goed ruimte. De achterhand zou hij iets sneller mogen aantreden, maar de draf is goed. Door zijn stap krijgt dit veulen een derde premie. Ondanks zijn goede bouw en zijn draf. Twaalf. Voldoende ontwikkeld veulen. Het hoofd had misschien iets eerder mogen zijn, maar vooral hij had meer oprichting mogen hebben. De hals is hij wat horizontaal, door een minpuntje in het rastype. In de bouw voldoende ontwikkeld, zei ik al. De bovenlijn is voldoende sterk. Hij is iets naar voren gebouwd. Kruis is netjes. Beenwerk is redelijk correct, iets gehoekt. De stap, daar maakt hij zich beter, laat hij zich beter zien. Ruime stap, goed actief, goede stap. Ook in de draf is hij, heeft een mooi zweefmoment, ook veel mooie zelfhouding. Achterbeen zou nog iets mooier mogen uitkomen, maar de stap en de draf maken dat dit veulen een tweede premie krijgt.
14. Oscar. Paard heeft een mooie rasuitstraling, een mooi hoofd en een hele mooie lange hals erop staan. De bouw, de romprichting is voldoende, zou iets meer horizontaal mogen zijn, maar met name de aansluiting in de lenden zou wat sterker mogen zijn. De beenwerk iets gehoekt, maar verder correct en ook droog. In de stap zou hij wat meer door mogen treden. Achterbeen sluit niet helemaal aan bij het voorbeen, maar heeft wel wat, toch ook wat tempo erin zitten. In de draf maakt hij zichzelf duidelijk mooi. Een mooie houding, mooi zweefmoment, goed ruimte. Dus een goede draf. Dit veulen krijgt een tweede premie. Voor de eerste premie zou je toch iets meer stappen, iets meer de bouw mogen zien. Nummer 14, second premium, goed in racial type en very good in trot.
nummer 15. Vullen met een mooie rasuitstraling, mooi hoofdje erop, ook een mooie hals. De romprichting is correct, bovenin had misschien iets sterker mogen zijn, maar er ligt een mooie schuine schouder in, de kruis is ook correct. De beenwerk is iets gehoekt in het achterbeen, maar verder heel mooi droog. De stap hebben we nog even opnieuw laten doen. Tweede instantie was ook goed ruim de stap. En ook voldoende aangesloten, dus goede stap. In de draf mist hij wat kracht. Willen we graag toch iets meer kracht zien in die achterhand. Iets meer ondergebracht. Maar mooi rassig veulen, krijgt een tweede premie. Nummer 15, Catsay, second premium. Very nice in the racial type. But in the trot we like to see more power.
nummer 16. Veulen met een edel hoofd. Hoofd-halsverbinding had misschien iets lichter mogen zijn. Hals, richting en lengte is goed. We zien graag een iets meer horizontale romprichting. De bovenlijn is correct, kruisligging ook. En meer lengte in het voorbeen. Dus ruim voldoende in de bouw. Beenwerk, we hebben wat moeite met de stand van het linkerachterbeen. In de stap, zeker na de draf, laat hij zien dat hij toch iets meer takt hebben. Blijft hij kort, achterbeen sluit niet aan. Stap is op dat moment onvoldoende. In de draf heeft hij wel een mooie houding, maar wil hij toch iets sterker, iets meer zweefmoment. En iets meer ruimte zien. Dit veulen krijgt een derde premie. Mooi rassig, maar wil meer beweging zien. Nummer 16. Foal gets a third premium. Nice racing type, but we want to see more movement, especially in the walk. Should be better. Nummer 17. Veulen met een mooi hoofd, ook een mooie hals erop.
Dus ruim voldoende in de rastype. In de bouw heeft u net de romp richting de bovenlijn, met name de rug en lenden, zou u wat sterker mogen zijn. We hebben wat bemerkingen op de stand van het rechterachterbeen, met name zie je dat in de stap. In de stap, ja, hij zou meer buiging mogen laten zien, is dus wel ruim voldoende, maar we willen toch iets meer buiging in de sprong zien. In de draf, meer kracht. Hij heeft toch wel moeite om het bij te benen, gaat er dan uit. Dus wel voldoende, maar overal krijgt dit verder dus een derde premie. Veulen nummer 18, mooi luxe veulen. Veulen met veel rassenstralen, heel edel hoofd, mooie hals erop. Nek zou misschien nog iets langer mogen zijn. Goede romprichting ook, goede bovenlijn. Dus ook goed gebouwd, mooi, heel droog beenwerk, goed gestald. In de stap zou je iets meer ruimte mogen maken, maar in de draf laat zich mooi zien. Mooie zelfhouding, voldoende ruimte, mooi zweefmoment. Misschien nog een tikkeltje meer achteronder brengen, maar goede draf ook. Veulen krijgt een eerste premie. Nummer 18, Otis S. Foal gets the first premie, very nice in the racial type. The leg quality is very good and also his trot, we like his trot.
nummer 19, Nout van de Stouwe. De vader is Mathies, fokker is mevrouw Hiemstra en de eigenaar is C. Hiemstra en E. Zandbergen. Het veulentje zou iets meer uitstraling in het hoofd mogen hebben, wel een mooie hals erop. Neklengte zou iets beter kunnen, goede kap erop. Dus goed een rastype. In de bouw, ja, we willen toch graag een wat sterker bovenlijn, een iets meer horizontaal gerichte romp. Meer voorbeeldlengte. De beenwerk is goed. De stap doet hij ook netjes, ruim, actief en ook aangesloten. In de stap daarentegen is hij een wat hoog ritme. Willen we toch graag iets meer kracht zien en iets meer onderbrengen. Maar al met al krijgt dit veulen ook door zijn goede stap en zijn ras een tweede premie. Nummer 20, Melle van de Pol. De vader is Jasper. Fokker en eigenaar is mevrouw P. Annema Hoekstra uit Hoornsterzwaag. Nummer 20, Melle van de Pol. Sire is Jasper. Breeder en owner is P. Annema Hoekstra. This foal is a very young one, but still going strong, nice in the resultaat, nice head, nice upstanding neck. The confirmation is more than sufficient. Top line could be a little bit stronger, but nice shoulder and croup. The legs, he is a little bit sickle hocked. That's a minus point. And in the walk, he is active and stays in a good rhythm. Nice hind leg to the foreleg, so good walk. And then trot for young foal, he stays good in his rhythm, and that's positive. Nice moment of suspension, just good to walk and trot. This one gets his second premie.
nummer 23. Wat oude veulen, rijk in conditie. Hoofd is voldoende edel. Hoofd-halsverbinding had misschien wat lichter mogen zijn en de hals iets meer oprichting mogen hebben. Dus ruim voldoende in de rastype. De bouw is wat neerwaarts gebouwd. Dat zie je ook in de beweging. Had wat meer lengte in het voorbeen mogen hebben, maar een goede bovenlengte, goede kruis en schouders. Beenwerk is correct. De stap is iets gehaast, sluit ook maar matig aan. Hetzelfde zie je in de draf. Hij loopt een beetje op de voorhand, iets neerwaarts. We zien hem liever opwaarts gaan. In wat hoger ritme ook, maar allebei wel ruim voldoende. Veulen krijgt een tweede premie. Nummer 23 gets its second premie. A little bit downhill in the conformation and also you see that in the movement. Goed, veulen nummer 24, een goed ontwikkeld, sterk veulen, hoogbenig, dat is wat we graag zien. Veulen met een mooi hoofd erop, hals komt wat diep, maar staat wel mooi erop. Hele goede romprichting en ook een sterke bovenlijn, goede voorbeenlengte, dus heel goed in de bouw, goed in het rastype. Beenwerk is correct, heel erg droog, dus goed beenwerk. De stap zou iets meer mogen doortreden. Iets meer ruimte mogen maken. Maar in de draf heeft hij een mooie zelfhouding. Ook een goed zwevenmoment. Ook daar zou je een tikkeltje meter achteronder mogen brengen. Maar een goede draf. Veulen krijgt een eerste premie. Nummer 24. Good racing type. Very good in the conformation and leg quality. Walk could be a little bit longer. A little bit more underneath the body. But also good in the trot. First premium.
nummer 25. Veulenste wat rijk. Hoofd is voldoende edel, de hals zou iets meer oprichting mogen tonen. In de bouw hij is wat neerwaarts, we zien graag wat meer voorbeeldlengte. Bovenlijn is voldoende sterk, maar het kruis is ook afhellend. Beenwerk, hij is achter iets gehoekt, voor iets bokbenig, maar dat is nog in de groei. Dan krijgen we de stap. Ja, de stap blijft wat kort. Het achterbeen komt niet goed bij het voorbeen. Zou iets meer mogen aansluiten. En in de draf zie je wat die, zoals hij gebouwd is, blijft hij wat neerwaarts gaan. Je zou meer kracht mogen hebben in de achterhand. Dit veulen krijgt een derde premie. Veulen nummer 26, Maxime. Een veulen met een hele mooie hals erop, goed de rastype. De romprichting is voldoende, voorbelengte ook. Bovenlijn is ook voldoende sterk. Kruis is mooi lang. Beenwerk ja, is redelijk recht goed gesteld. Een tikkeltje gehoekt in het achterbeen, maar wel goed droog. De stap laat hij weinig zien, zou iets meer ruimte mogen maken, is wat gehaast, iets meer aan mogen treden achter. De draf heeft die ruimte, maar achterhand zou iets meer onder mogen brengen, maar ruim voldoende draf. Veulen krijgt een tweede premie, mooi ras typisch, net de draf.
Veulen nummer 27. Een veulen met voldoende edel hoofd. De hoofd-halsverbinding had wel lichter kunnen, maar een hele mooie lange hals erop. Romprichting is voldoende. De boven is ook voldoende sterk. Een heel mooi kruis erin. In de beenwerking is wat zwak achter, maar verder wel correct gesteld. Ja, we hebben wel moeite met de beweging. Daar hebben we ook zo wat lang overleg. In de stap blijft hij kort en heeft hij ook soms wat moeite met de takt. Ook in de draf zie je soms dat hij ook wat zoekt naar de takt, mist hij de kracht achter. Dit veulen krijgt een derde premie. Ik weet niet hoe grote stappen jij neemt. Nummer 28. Een veulen met een voldoende edel hoofd. Hoofd-halsverbinding had wel lichter gemogen. Hals heeft lengte. Romprichting is voldoende en de bovenlijn is sterk. Goed kruis en ook een mooie schouder. Beenwerk is droog. Tikkeltje krom achterbeen. De stap had iets meer ruimte mogen maken, maar is wel voldoende ruim. De draf veel ruimte. Maar dan zou de achterbeen weer iets sterker mogen komen. Maar over de hele linie een correct veulen, tweede premie.
29. Heeft een mooi hoofd. De hoofdhals vind ik het zwaar. Trouwens, de hele hals is het zwaar. Komt wat dieper de borst. Maar hij heeft wel een mooie lange hals. Romprecht is goed. Hij heeft een hele sterke bovenlijn. Het veul ook een mooi kruis en een mooie schouderligging. Dus goed gebouwd. Ja, de beenwerk is heel mooi droog, weer fijn. Maar de achter zijn de koten wat stijl. Gaat soms wat overkoot. Dat is toch een minpuntje. En daar heeft hij ook last van in de stap. In de stap blijft hij wat kort stappen. Zou weer ruimte mogen maken. En de draf is hij ook dan wat gehaast. Zou weer meer opwaarts mogen gaan. Iets meer onder mogen brengen. Dit veulen krijgt vanwege zijn exterieur een tweede premie, maar we zouden graag iets meer beweging zien. Nummer 30, een aansprekend hoogbenig veulen. Edelhoofd, hele mooie lange halsstrop, ook voldoende verticaal. Goede romprecht is wat we graag zien met een lang voorbeen en een sterke bovenlijn. Dus een sterk gebouwd veulen. Beenwerk is ook misschien een tikkeltje gehoekt achter, maar voldoende droog. In de stap zou we iets meer ruimte mogen laten zien. Met een draf heeft hij goede houding, ook voldoende ruimte. Achter kon hij misschien nog iets meer ondertreden, maar toch een goede draf. Al met al is dit een hele mooie eerste premie.
Number 30. Nice racing type, very good in the confirmation. Also good in the trot, a first premium. Next one. De volgende. Stappen, Remmel. Nummer 31, Mare. Veulen zou iets meer ontwikkeld mogen zijn. Ze heeft wel een luxe uitstraling, een mooi hoofd, ook een hele lichte hoofd-halsverbinding. Goede romprichting, net voorbeenlengte ook. En een goed kruis erin. De beenwerk is mooi droog, standen zijn correct. Ja, in de staps zou je wat meer ruimte mogen maken, wat meer kracht mogen laten zien. En ook in de draf blijft hij wat duwend van achter. Zou die achterhand meer onder de massa mogen brengen. Maar is wel voldoende in de beweging. Veulen krijgt een tweede premie. Oké, dit is vol, nummer 31. Gets a second premie. We want to see more power in the movement and more length. De trot is.
zijn iets tijd. Nummer 33, Ninke. Degelijk veulen, mist een beetje de luxe snit. Maar goed, de rastype. Hoofd-halsbinnen had misschien iets slechter gekund, maar mooie hals erop. Veulen is wat gerekt, maar goede bovenlijn, goede romprichting, ook een mooi kruis. Beenwerk is correct, een tikkeltje gehoekt. En de stap is vlot, actief, met voldoende ruimte. En de draf heeft ook ruimte met een goed voorbeen. Maar achterhand zou iets sneller aan mogen treden, iets meer onder mogen komen nog. Het paard is over de hele linie goed veulen. Tweede premie. Nummer 34. Een veulen met mooie rasuitstraling, mooi hoofd, edel hoofd en een mooie halstop met een mooie kap. In de bouw zou iets meer horizontaal mogen zijn met een goede nette bovenlijn en een heel mooi kruis. In de stap heeft hij voldoende ruimte en ook aangesloten is hij taktmatig. Zou iets meer buiging mogen hebben nog. In de draf mist hij toch de kracht in de achterhand. Blijft hij wat neerwaarts. Blijft een beetje op de voorhand lopen. En dan zou hij de achterhand zou hij wat meer onder moeten komen en is hij wat vlug. Dus straf is eigenlijk een mindere punt, maar is wel een heel mooi rassig. En je krijgt een tweede premie.
Goed, nummer 35. Ja, dan sprekend veulen met een heel mooi hoofd en een hele mooie halstop, een mooie halsrichting en lengte. Is ook veulen wel wat hoogbenig, is licht gebouwd, dat zien we toch ook graag. Romprichting is voldoende, de bovenlijn is ook voldoende sterk. Het beenwerk is heel mooi, hard, droog en goed gestald. De stap is je wat vlug, zou iets meer lengte mogen hebben ook. In de draf is hij lichtvoetig, soepel. Ook een mooi zwevenment, achterhand voldoende onder, kon iets beter onderkomen. Maar deze krijgt dus overal, met name door zijn mooie rastype en ook door zijn goede beenwerk, krijgt deze een eerste premie. Veulen 35 gets the first premium, especially because of the good racial type and the very clean legs.
nummer 36, Maaike. Vullen met een edel hoofd. De hoofd-halsverbinding is wat zwaar. Eigenlijk de hals is in zijn totaliteit wat zwaar. Romprichting is voldoende en ook zijn voorbeenlengte voldoende. Bovenlijn, mooi kruis. Beenwerk, het achterbeen is iets sabelbenig. Het zou iets droger kunnen, maar is ruim voldoende. In de stap is hij ruim en actief. Een goede stap. In de draf heeft hij ook voldoende ruimte, voldoende oprichting, halshouding. Het is ook een nette draf. Veulen krijgt een tweede premie. Nummer 36. Maaike krijgt een second premie. Goed racing type en een confirmation, especially a good walk. Het is nummer 37. We vullen met een mooi hoofd en ook een verticale hals met een hele mooie kap, maar een zware hoofd-halsverbinding en een weinig neklengte. Maar al met al toch positief een trastype. In de bouw, de romprichting is gemiddeld en ook de bovenlijn is voldoende. Beenwerk iets gehoekt in het achterbeen, iets sabelbenig.
verder voldoende. Ja, een stap en een draf. In beide heeft hij problemen met zijn takt, vinden wij. Dat betekent dat hij eigenlijk onvoldoende scoort in zijn beweging. En daarom kan dit veulen vandaag geen premie krijgen. Hopelijk is dit zijn dag niet en een andere dag beter, maar op dit moment vanwege de beweging geen premie. Nummer 37, good to racial type, but he has problems with the rhythm in his movement, so no premie today. Nummer 40, een licht gebouwd, hoogbenig, luxe, zeg maar, veulen met een mooi hoofdje, een mooie halstrop, dus goed in de rastype. Ook de romprichting is ruim voldoende in de bovenlijn, goede schouder, kruis is ook voldoende. Hij heeft heel mooi droog beenwerk, goed beenwerk. In de stap laat hij het een beetje zitten, de stap zou je toch iets meer ruimte mogen maken, de stap blijft kort. Willen we graag meer ruimte zien, iets meer activiteit. In de draf doet hij netjes, mooie zelfhouding, lichtvoetigheid ook wel, achterbeen voldoende onder. Dus is het exterieur onderdelen goed, met name in de stap zou hij wat meer mogen doen. Tweede premie. Voor de eerste premie moet hij iets beter stappen.
Veulen nummer 42. Veulen is matig ontwikkeld voor zijn leeftijd. Heeft wel een mooi hoofd en een mooie halstop, dus rastype is goed. In de bouw nemen we dus toch de ontwikkeling mee, dat is wel voldoende. We hebben wel problemen met de achterhand, met het beenwerk. Met name hebben wij, denken wij, problemen te zien in de knie. In ieder geval is het beenwerk onvoldoende. En dat zie je ook dan terug in de stap, heel slapachtig, weinig tact. En ook in de draf zie je dat die achterhand onvoldoende kracht heeft. Dit veulen krijgt vandaag geen premie. Nummer 44, voldoende edele hoofd, de hals mocht wat meer lengte hebben en ook de hoofd-halsbinding mocht wat meer, wat lichter zijn, makkelijker voor het afbuigen. Het veulen is iets neerwaarts in zijn romprichting, dat zie je ook in de kortere voorbeen. Bovenlijn is voldoende, beenwerk is correct. In de stap zien we echter dat hij toch wat kracht mist in de achterhand, heeft moeite met de takt in de stap. De stap is eigenlijk onvoldoende. In de draf zou hij iets meer opwaarts mogen gaan, is zijn bouw. Hij heeft wel wat zweefmoment, heeft ook wat hoger ritme, maar zijn draf is ruim voldoende. Veulen krijgt vanwege die stap een derde premie.
nummer 47. Wel aansprekend veul, het hoofd is iets lang, maar verder een hele mooie halsstrop, verticaal en ook goede lengte. Romprichting is voldoende in de bovenlijn, kruis is wat afhellend. In de beenwerk iets sabelbenig in het achterbeen, maar verder wel heel goed droog. De stap had iets actiever gemogen en iets meer ruimte. Is toch wat zoekende soms, maar een voldoende stap. De draf, dat maakte zichzelf mooier. Heel mooi zwevenmoment, zeker op het laatst. Losjes, dus ook wel elasticiteit erin. Dus een goede draf. Veulen krijgt een tweede premie. Maar goed. Number 47 gets a second premium. Good in racial type and certainly good in the trot. Nummer 48, Nienke, aansprekend veulen met een edel hoofd, ook een lichte hoofd-halsverbinding en een mooie lange hals, echt een luxe veulentje, hoogbenig.
De romprichting is voldoende en de bovenlijn is ook. Het beenwerk iets sabelbenig. Maar hij heeft ook mooie lange koten, ook zijn positieve kanten. In de stap heeft hij, in het begin liet hij weinig zien, maar een paar stukken op het eind, dan gaat de stap echt lekker door het lijf. Ruime stappen, dus ook een goede stap als hij even ervoor wilt gaan. En in draf heeft hij heel veel zelfhouding, draagt hij heel mooi die hals. Ook gaat hij ook opwaarts, het is elastisch. Hele mooie, ruime draf met veel zweefmoment. Goed cijfer voor de draf ook. Eerste premie. 48. Very nice, full with long legs, very good in the racial type, and a special trot. So, a first premium. Nummer 49. Ja, luxe hoogbenig veulen. Zien we graag. Modern type. Mooi hoofd. Hele mooie halsstop. Dus heel goed in de rastype. De romprichting is, ja, had iets mooier horizontaal kunnen zijn. De bovenlijn ook een tikkeltje sterker. Het beenwerk. Hij heeft een wat gehoekt achterbeen. Wat sabelbenig achterbeen. Maar wel goed droog. De stap. Doet hij netjes, sluit correct aan, ook voldoende ruimte. In de draf heeft hij veel elasticiteit, lichtvoetigheid, mooie halshouding, ook ruimte. Misschien de achterhand een tikkeltje beter onder zou kunnen komen, maar in ieder geval waard voor een goed punt ook in de draf. Dit veulen krijgt dus vanwege zijn rastype en vanwege zijn goede draf een eerste premie. Full with a very nice head and very long upstanding neck. So good in the racial type, good in the walk, but especially very good in elastic trot. So because of the racial type and the trot, this one gets a first premium.
Nummer 51. Het hoofd had misschien iets sprekender gemogen en iets meer nek mogen lengte mogen hebben voor het afbuigen. Romprichting is voldoende, bovenlijn is correct. Kruis is wel wat afhalend en een mooie schouder erin. Dus goed, voldoende in de trastype, ruim voldoende ook in de bouw. In het beenwerk, ja, hij is toch wat gehoekt in het achterbeen, wat sabelbenig. En is toch, we hebben ook wat bemerkingen op de kwaliteit van het beenwerk. De stap is ruim voldoende en ook aangesloten. In de draf heeft hij maar een mooie zelfhouding, halshouding. Maar je mag achter iets meer onderkomen. Dit veulen krijgt vandaag een tweede premie.
Nummer 53, Nienke. Veulen met een hoofd met uitstraling. De hoofd-halsverbinding zou wat lichter mogen zijn. Hals is voldoende lang. Romprichting is voldoende. De bovenlijn had wat sterker mogen. De lendaansluiting wat beter dus. Het kruis is voldoende. In het beenwerk, de standen lijken correct, maar hij is wat slap in de achterhand. Hij heeft ook wel droog beenwerk. Dat zien we terug namelijk in de stap. Dus ras is voldoende, de bouw is voldoende ook. Beenwerk is ook ruim voldoende. Maar de slappe achterwerk, dat wreekt zich in de stap. Dat is wat stug, weinig krachtig ook. En met name de draf mist hij de kracht in de achterhand. En komt hij ook onvoldoende onderachter. Dit veulen krijgt vanwege deze beweging met deze achterhand een derde premium. Nummer 53 gets a third premium. Because of the weakness in the hindquarters. Nummer 54. Hoofd had iets sprekender gemogen, maar een mooie hals erop. De hoofd-halsverbinding is wat zwaar. Moeite met afbuigen. Veul is een beetje gerekt, maar wel een redelijke romprichting en een nette bovenlijn. Ook een mooi kruis. Beenwerk is correct gesteld en droog.
De stap had hij iets meer mogen aansluiten, het achterbeen. En in het draf maakte hij wel een mooi front, maar hij zou de achterhand iets mooier onder, iets sterker onder mogen brengen. Veulen krijgt een tweede premie. Nummer 57, Maaike. Hoofd dat iets sprekender gekund. Het veulen heeft een zware hoofd-halsverbinding en met name ook een korte, zware hals. Dat wreekt zich in het rastype. De bouw in romprichting is voldoende in de rug. De rug is iets week en die is iets strak in de lendenen. De stap is actief, maar had iets ruimer gemogen. In de draf maakte hij zichzelf mooier, mooie halshouding. Ook een leuk zweefmoment, maar zou nog iets meer oprichting in het lichaam mogen hebben. Veulen krijgt een tweede premie. Number 57 is heavy in the head-neck connection and short heavy neck. In the confirmation is more than sufficient, also the leg quality is good. In the walk he could have more length in the strides. In the trot he's improving, so this one gets a second premium.
Nummer 59. Nog een jong veulentje, altijd wat lastiger te beoordelen. Zijn nog weinig krachtig. Mooi hoofd. Hoofd-halsbinding is wat zwaarder. De hals had iets langer mogen zijn. De romprichting is voldoende. De bovenlijn had wat sterker mogen zijn. Het kruis is wat afhallend. Het beenwerk, het achterbeen is wat sabelbenig en zou ook iets droger mogen zijn. Ja, in de stap mist hij nog de kracht, sluit niet aan, achterbeen sluit niet aan bij het voorbeen. En ook in de draf maakt hij zichzelf wel mooi, geeft een mooie houding, maar is dan toch nog wat vlug in zijn ritme. Veulentje krijgt nu een derde premie. Eigenlijk nog wat jong om te beoordelen. Nummer 59. That's the third premie. Young foal, difficult to judge, but should be stronger in the movement. Nummer 60, Nine. Nog een jong veulentje, maar een leuk aansprekend veulen met een heel mooi hoofdje, heel edel hoofd. De hals zou misschien iets langer kunnen en met name ook zijn nek, zodat hij mooi kan afbuigen. Maar goed in de rastype, ook goed in de bouw, romprichting, bovenlijn is voldoende sterk. Mooie schouder en kruis. Beenwerk is redelijk correct. Is iets koehakkig, maar verder correct en droog. De stap voor jong veulentje doet heel erg mooi. Ruim, vlotte stap. Goed aangesloten, het achterbeen met het voorbeen.
In de draf zou je nog iets sterker mogen worden, maar het is een jong beestje. Mooie zelfhouding wel, ook goed takmatig, ook in de bochten. Fuddy krijgt een eerste premie. Namens de fokvereniging Wolvega wil ik iedereen hartelijk bedanken voor deze succesvolle dag. Met name de jury wil ik bedanken voor hun inzet. Ook de chipploeg en alle vrijwilligers enorm bedankt. Maar als laatste wil ik speciaal benoemen de voorbrengers die een prachtige prestatie hebben geleverd om met het team van 2x2 de veulens goed voor te brengen. We zijn heel blij met al die eerste premies. Ik zou ook willen zeggen van iedereen die krijgt nog even een aandenken, ga nog niet weg. En dan gaan we nog even een gezellige nazi doen. Dank u wel allemaal en tot de volgende keer.